Afrikaanse achterlijn in een aanvallende positie. Want Louis Moelman kreeg hem in die handen. Dat is mooi uitgegeven. Danny Gerber. Dat is bijna een gaping. Marijn en Rob Lou in elkaar zijn pad. Dat is net bij die kwartgebied van die Jaguars. En dan uit naar Michael Duplessis. Hier kan het drie komen. Johan Jonas. Hij moet hem krijgen. Zuid-Afrikaanse achterlijn in die eerste helft. En die is gemerkt. En Zuid-Afrika haakt van die vaste kant af. Naar Piet Versace toe. Piet Versace daar. Naar Jeben Olivier. Jeben Olivier naar die binnenkant toe. Naar Mannekies Roo. En dan is Tommy Bedford wat die bal heeft. En dan wordt hier Olivier in de handen gekregen. Naar trek. Hey! Olivier, hij trekt zijn drie. Prachtig, Olivier. Van die vijf toetsdrieën wat hij in die springboktrui gedrukt heeft, slaan Jeben Olivier hierin bij hoog aan. Wanneer hij terugdink oor sy loop. Johnny Boegler stuur een skepdoel oor. En Rijk van Skoor stuur vir Tjol laten gaan oor. Aanvallende spel was aan die orde van die dag. En seepglatte samenwerking tussen voor- en achterspelers het geleid tot hierdie drie deur Teun Stoffberg, een van die uitstaande voorspelers van sy tyd. En daar die Sneeman, op binnenkant toe gee. Hier is dit Hermanus Potty terug, prachtig kom opvolgend aan die oorkant af, Mornay Du Plessis. En daar gaat Teun Stoffberg van die opkrijg, en die opkrijg over die paal. Hy het om, groot Teun Stoffberg. Die voorspeler in Suid-Afrikaanse rugby. Olie Smit. Sy ingooi. Oseese span wat vir hom belê. Springbokke wat indryf. Beskikbaar kant right naast Botha. Michael Du Plessis, Fafa Knoetse. Kwaksilver. O, oh, hy gaan groot toejuiging kry. Nou maar die beweging het Fafa Knoetse na binnenkant toe gekom en op een nat veld is dit baie moeilik vir die verdediging om een man te keer wat aan die binnenkant deurkom. Papa Knoetse dan wat hier die eerste drie vir die springbok aan. Hy begin hier die eerste toets van 1955 met die springbokke wat een 11-3 voorsprong opbou. 8 van Suid-Afrika's 11 punte word aangeteken deur een sleutelfiguur in hierdie dramatische wedstrijd. Van skoorse 3 begin by een lijnstaanbaal wat Saltie de Rand vir die springbokke wen. Met rusttijd. 20 minuten na de hervatting druk Suid-Afrika's pronkvleuel Jannie Engelbrecht die beste van sy 8 toetsdrieën. Ons het achtergeloop en dinge het nie lekker gegaan nie. Ons span was een beetje uit ratheid en Piet Versace's skopskoen was nie aan nie en die dinge het baie skeef geloop. En toe, skielik het ou Frik die bal in die handen gekry en het los deur gebaars hier rond op 25. En het uitbeweeg naar mijn kant toe en ik het probeer aansluiting zoek bij hem. En niet lang hierna nie, druk Jeben Olivier sy eerste drie van die toets. Een onderskip drie deur Sip Nomus. En Sip Nomus onderskip die bal. En dat was Sidney. 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 En hij druk op.